Warzone-siders van de Allianz speel ik. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Secret City. De vorige aflevering hebben wij gekeken of wij onze ziel konden vinden. Nou, die konden we niet vinden. Want we zijn erachter gekomen dat, dat Blackwood ons geprobeerd heeft te redden. En dat we geambushed zijn door de gast die ons naar het ziekenhuis heeft gebracht. En daar gaan we nu eens eventjes mee praten. Want volgens mij is het zo dat iemand mij kan helpen met het vinden van mijn sigil. En het vinden van Blackwood. En dat is hij. Dus ja. Ik had vorige aflevering een paar keer over bordspellen. Daar wil ik nog even over inhaken. Want ik heb wel een aantal bangers in mijn collectie staan. Cluedo is een klassieker. Die veel mensen ook wel kennen. En ik denk zelf. Even kijken waar je bent. Where did Billy Drunning go? I thought you said he was here. Ah, son of a. He was just there a moment ago, scribbling something. I guess his tab just got even bigger. Anything else? Okay. You're a local. Can you remind me where to find the Blackwoods Manor? The manor? Eh, what do you want with it? It's been empty ever since the Blackwoods left. You planning a heist? Nee. Who's to say? If there's anything they wanted, the Blackwoods had a chance to take it with them. Well, the manor's easy enough to find. Top of a cliff in Grimhaven Bay. Good luck. Many have tried, but none of yet succeeded. Okay. Where did they go? Do I look like a history teacher? All I know is sometime around the flood, the whole family just up and vanished. In fact, two families. The Blackwoods and what remained of the Marshes, too. Pretty odd. You think they had something to do with the flood? Could be. Or maybe they just saw which way the wind was blowing before the rest of us. Okay. I won't keep you. So kind of you, newcomer. Hij mag mij niet. Okay, dus ja, we zijn nu ondertussen ons grote vriend kwijt. Grimhaven Bay. Grimhaven Bay. Dat is even zoeken, maar we moeten het wel kunnen vinden. Oh, zie je, joh. Oh, joh, boeit niet. Daar ben ik zo. Ik ben heel blij dat ik al die quick travel points heb gedaan. Want het maakt het wel een stuk makkelijker om rond te komen in de map. Maar Cluedo is een spel, ik persoonlijk vind het heel erg nice. Alleen ik snap dat, dat veel mensen het niet heel nice vinden, omdat het niet per se super uitdagend is. Ja, het is wel lastig, maar het is, niet, zeg maar, het is heel erg straightforward. En ook daar heb je eigenlijk minimaal 3 man nodig. En zelfs dan heb je naar mijn mening eigenlijk te weinig mensen. Moet ik deze kant op? Ja. Maar een beetje detective-achtige games liggen sowieso altijd wel lekker in mijn straatje. Dus die vandaar dat ik ze heel nice vind. Laten we hierheen gaan. Oké. Dus ja, dat zou ik, vind ik een nice spel. Ik heb vorige aflevering heb ik Bang benoemd. Ticket to Ride is ook een spel, heel toegankelijk. Het is eventjes kort begrijpen wat je moet doen. Dat is wel echt een bordspel, dat is een euro bordspel. En het is echt een aanrader. Super simpel, zeer toegankelijk. Toegankelijke bij. Nee, het is een toegankelijk spel. Dus ik zou die ook aanraden. Oh god, dat is super kleurig. Oh, dood joh. Mormol. Opgevallen. Great. More summoning. Oké, dus overal waar zo'n summoning logo staat, dat betekent dat daar mensen of dat daar een summon plaatsvindt. Of hij heeft gewonnen. Zit er weer. Poor bastard didn't get far. Oké. Ja, dat is een vermoeden dat ik ben. Oké. Dus ja, Ticket to Ride, treintjes leggen. Ook leuk wel. Weer een summoning logo. Dus we weten waarschijnlijk, er zijn hier ook enemies.
seems in good condition, but the wolf won't budge. Die kan ik gewoon die gebruiken. Oh, nog eentje. Je moet weten welke wapens je moet gebruiken tegen welke enemies, dat wel. En dat is soms even opletten, maar we komen er wel. Ik wil gelijk eens even kijken of ik wat in elkaar kan flansen, want oh, ik heb ook bijna genoeg om deze skill te kopen. Waarmee ik meer kans heb om crafting spul niet te gebruiken. Mooi. Daar nog een paar van. Dus mijn favoriete dingen in deze game is de revolver. Dat is ook wel nodig ook, want die is best een stuk sterker dan de andere. Godverdomme! Oh mijn god! Oh mijn god, mijn hart! Oh mijn god, mijn hart! Oh, dat had ik niet moeten doen. Oh, big... big fucking mistake, Henry. Oh nee, dit wordt niet veel beter! Oh nee! Oh, ik ben zo fucking dood, jongen. Oh, fuck me dry, call me Jerry. Ah, oh, fuck. En nu wegwezen. Ik ga geen close combat met jou voeren. How do? Ik ben echt straight up gescamd, jongen. No, 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 not again. Oké, wat is dit? Ah, fuck me. Oh, fuck me. En dan komt de grote boy ook nog naar beneden. Ik ben fucking dood. Nee, ik heb hier geen zin in! Flikker de touwtype snel op, joh! Ah, ik ben ook insane. Amazing, dit gaat fantastisch. Ja, hij moet voor mij, jou! Ah, kut, kut, kut. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. En ik moet even match craften. Oké, eerst match. Match. Oh, ik ben echt straight gescared daar, jongen. Oh, ik heb nog zoveel voor mensen. Goed. We hebben nog genoeg voor ammo. Nee, ik heb nog wel wat shotgun shells, gelukkig. Nee, ik ben echt gescared daar. Holy shit. Okay. Wide open sea. I too was drawn to it once. Hier niet. Hier misschien nog iets. Nee. Oké, deze guys hier. Dat is goed. Kom maar zo, ja. Goed, 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 goed. Dan steek ik hier over. Dan ben ik weer naar beneden. Houdoe, jongens. Dit is de manier waarop ik dit moet playen, want echt, ik zweer, jongen. This shit was scared out of my ass. Holy fuck. Waarom? Of course the Blackwoods would have a space for rituals. Oké. Okay. Ik heb nog wat notities. This one seems more recent. Oké, okay, ik kan hier alleen. Auw. Oké, okay, goed. Hop. Oké, okay, nu kan ik hier. Fantastisch.
many attempts, so few chosen left. I must keep looking. Oké, okay, jou ga ik toch echt wel even piepelen hier zo. Kom op, bitch. Hey, what the fuck? Oké, okay, die kant op. Ik ben al mijn ammo hier aan het wasten. Ik moet gewoon eventjes wat ammo zien. Oké, goed. Dan even naar skills toe, want ik heb een knowledge point. Dan ga ik dit ding gebruiken waarmee ik crafting materials kan besparen. Ik mis nog wel wat dingen. Oké, dus inderdaad, Evernote heeft. Deze kunnen we ook gewoon niet neerknallen. Dat gaat me super veel kogels kosten. Dat heeft helemaal geen nut. Kom maar mee. Ga eens even meenemen naar een heel mooi plekje. Een plekje wat niet hier is. Want dan kan ik snel mijn beneden afmaken. Ja, deze dingen zijn echt niet te killen. Ik heb dat één keer geprobeerd. Want dat moest ik doen voor een missie. Niet te doen. Niet te doen, lief mensen. This way, Gordon. Sure. Oh, you blasted thing. I need a stronger focus. Something touched by Kotiganar. Okay. This way, Gordon. Oh, you blasted thing. Okay. So many attempts, so few chosen left. I must keep looking. Evernote conducted a ritual on someone, but the man died in the process. He buried him and set out to find something he called a stronger focus. Yeah. Ja, en met jou ga ik het zeer zeker niet fucken. Doei! Het was me echt een waar avontuur hier zo. Maar ik heb zeer zeker wel betere dingen te doen. Ik ga even hier naar buiten. Ik ben al steeds klaar hier, joh. Fuck. Well, in that case. En nu gaan we even rustig op zoek naar spullen. Hoi, hoi, hoi. We moeten een sleutel hebben. I too was drawn to it once. Oké. Okay. Dan ga ik weer even kijken of ik spullen kan craften. The ritual has been approved. Evernote rituals were lethal. Evernote ritual could rid me of the curse of the dreamer seed now that he has the missing element. Evernote rituals inevitably killed the participant. Denk ik. Maar ik denk dat er nog wel meer is wat ik moet checken. Voordat ik dit ga doen. Ik moet sowieso die deur hier openen. The door won't lock seems in good condition. The door won't budge. Ik word onweerbaar, joh. Er moet hier misschien ergens een sleutel liggen. Het lijkt ook dat ik dat moet zoeken. Span er niet nog een. Waar zou die lasten? Oh, hier. Hebben we nog wat spullen?
Even kijken of we nog wat kunnen craften. Kijk, vol. Oké, dat niet. De rest van deze spullen. Fucking veel gunpowder. En terecht. Fucking, ik heb mijn broek vol gekakt, man. Voor dit spel. Shell casings en metal scrap. Daar teken ik voor. Zo. Het oor wordt echt behoorlijk hard. Ik ben dus nu alleen nog op zoek naar sleutel. Ergens. This one seems more recent. Waar, oh waar. Oh, hier. Dragon's Eye. I've seen this before. Mooi. Dat is de sleutel die ik moest hebben. Godverdomme man. Ik ben genaaid. Oei, oei, oei. Dit is wel zo zwaar. Wat gaan we hier winnen? Wat staat daar? Come in unto the sea. Dear relatives, ever since my son Abaddon turned out to be the false messiah. Know this day will come. Oké. Okay. Overal. Let's try Blackwood. Oké. Okay. Is it just me? Or is she looking back? All evidence collected. Done. Oké. Okay. Oké, finding the canary. Abaddon Blackwood has fled, but I think I know where he went. Blackwood Canary, duidelijk. Oké, dus ze dachten dat Evernote de Chosen was. Oké, de Canary. It would have existed about as long as the Blackwood family have been citizens of Oakmont plus. Oké, dus we zullen waarschijnlijk moeten zoeken ergens waar dit gebouw staat. Dat kunnen we de volgende keer echt wel prima doen. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel het met je vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij de aflevering van Sinker City. See ya!